ja, Bounce is een organisatie die ook op zijn gevoel afgaat, die ook op zijn partners. En ja, kunnen we iets met elkaar bereiken? En ik denk dat dat eigenlijk vanaf het eerste contact met het sportbedrijf, met Kevin, met Erik, eigenlijk wel goed zat. En dat we samen wisten van laten we dit eens verkennen om hier iets moois neer te zetten. Nou, vervolgens zijn Cas en Nicole, die ook Bounce in Deventer runnen, zijn erbij gekomen omdat zij, zeg maar even, de ogen en de oren van deze vestiging worden. En ik denk in die mixer hebben we met elkaar iets neergezet ja, waar we nu al trots op mogen zijn, maar wat denk ik ontzettend veel potentie heeft. We zijn begonnen in Deventer en dat zal een andere manier. Dit is een mooie accommodatie, wat je al zei, in een sportpark. We zijn een paar weken druk bezig geweest met klussen. En hebben ondertussen al gemerkt dat het sportbedrijf het heel leuk en mooi vindt. Dus ze doen heel veel voor ons om ons eigenlijk al te helpen bij alles wat hier moet gebeuren. Gisteravond gingen wij hier weg en toen dachten we van nou, er zal nog wel wat moeten gebeuren. En vanochtend kwam ik hier en nu ziet het er allemaal weer helemaal strak uit. Ik vind het ook wel moedig dat in deze tijd als een ondernemer zegt van hier gaan we voor. En naast het feit dat ik sport in mijn portfolio heb ik ook gezondheid, maar ook welzijn. En deze drie elementen, ik verbind ze heel erg graag aan elkaar, want ze horen ook bij elkaar. Maar ik vind ook dat ze geweldig bij elkaar komen. De openingshandeling wil ik vragen, maar het springen laat ik graag aan de jonge lui over. Gegeven het feit dat ik vandaag nog een volle agenda heb, lijkt mij dat veel. Ik geef u de schaar en dan zal ik daarna mijn kinderen die zullen dan om te springen. Goed. En, zal ik dan? Heb je niet zo bij staan? Kom op. Ja. Ja. Ik zal knippen. Ja. Dan heel goed. Jou vast. Even een beetje spanning erop met je. Goed lachen. Ja, gaan we knippen. Oh, kijk. Dat is heel goed. Ja. Ja, super. Dank u wel. Ja, dank u wel. En dan de jongelui gaat springen. Succes. Zo is dat. Dank u wel. Ik ga nog helemaal klaar. Hier, kijk eens. En ik zou zeggen, doe even je sokken uit, je schoenen uit. Ga maar een beetje hier vooraan. Dit is wel fantastisch. Kan jij hier een salto doen vooraan? Ja? Doe dit goed voor allemaal hoor. Ja, oké. Okay. Kijk, nog meer van dit soort dingen in Almelo, denk ik? Nou ja, wij zijn afhankelijk van initiatieven die genomen worden. En ik vind dit prachtige initiatieven. Daar waar wij eraan bij kunnen dragen, zullen wij dat zeker doen. Mooi. Ja, hoor.